We hebben vandaag een dag over vitaliteit. Vitaal vakmanschap heet de dag. Ik kom inspiratie opdoen eigenlijk om vitaliteit binnen Elver meer plek te geven. TNO en met name de afdeling Work Health Technology is een afdeling waar eigenlijk alle expertise in Nederland zit als het gaat om werkdruk, stress, maar ook bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. TNO heeft heel veel kennis en wat we binnen Karantengroep vooral willen doen is state-of-the-art kennis delen met elkaar. En dan weten we dat er twee dingen belangrijk zijn, namelijk dat het nieuwe gedrag vertonen aan zich, dat dat leuk moet zijn. Hoe kun je uiteindelijk wel je nog gezonder of vitaler voelen? Wat ik heel erg opvallend vond, was dat er een discussie ontstond van is het nou een individuele verantwoordelijkheid of is het iets van de organisatie? Nou, ik vond eigenlijk een hele belangrijke boodschap is niet wat je overkomt is bepalend met hoe je met de dingen omgaat. Ik ga even inbreken vanuit het publiek. We komen namelijk al aardig wat vragen binnen via de WhatsApp. Hoe belangrijk is positieve feedback? Ik denk dat positieve feedback heel belangrijk is. Mensen groeien als ze merken dat wat ze doen, dat ze daarvoor gewaardeerd worden. Of autonomie in het En de eindconclusie is op de werkvloer, daar zijn de beste ideeën voor oplossingen. Dus als je die medewerker aanzet om ook anderen te inspireren, ja, dat is volgens mij een motor die we veel meer moeten gebruiken. We zijn hier bij het Health Café en we hebben allemaal fitheidstestjes opgezet. Ik ben positief verrast. Alleen maar niet te horen wat er gezegd wordt. Dus je hebt een pakket aan taken, ja, groeit dat, worden dat belangrijkere taken. Of wordt het juist minder belangrijk, krimpt het. Ik neem workshopbezoekers mee naar de taken van de toekomst. Zet je toch aan denken over de vraag van, ja wacht even, hoe zit het met mijn baan nu, hoe zit dat in de toekomst en wat wil ik? Ik heb het idee dat ik hier de inzetbaarheid ook al aan het verduurzamen ben. En dat vind ik mooi. Om die wolk uiteen te rafelen, op te heffen, hebben we vanuit TNO het werkdrukmodel ontwikkeld. Het grappige is dat ik met een jongere collega de wandeling heb gedaan en dat zij het gevoel heeft dat ze haar eigen soms een beetje verveelt. En dat ik heel erg het gevoel heb, ik moet heel erg op de tenen lopen. Welke oorzaken heeft werkdruk voor jou en hoe zou je die kunnen aanpakken? We gaan tips uitwisselen en dat alles terwijl we lekker in beweging zijn. Het leuke van deze workshop is dat het voornamelijk over je persoonlijke duurzame inzetbaarheid gaat. Om weer stil te staan bij dingen die je echt leuk vindt om te doen in je werk. En kijken hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Daar gebruiken we een koerskaart voor, zoals dat instrument heet. Ik heb al gehoord dat het naar meer smaakt. We hadden trouwens een heel groot resultaat. Een ondernemersresultaat. We hebben hier een workshop georganiseerd met een engagement game. Om te leren hoe je bevlogenheid kan beïnvloeden. Uiteindelijk heb je wel het gevoel dat je een soort van ondernemer bent die en zijn winst moet behalen, zijn klanten tevreden moet stellen. En alle medewerkers ook bevlogen moet houden. Dus je gaat heel erg zoeken naar waar worden mensen nou blij van. En daar vind ik wel een hele leuke uitdaging om. Wat ik eigenlijk nu wil doen is een quiz met jullie. En dan ga ik jullie smoothie laten proeven en dan mogen jullie de ingrediënten raden. Maar dan ben ik even nieuwsgierig of jullie kunnen proeven wat erin zit. Peterselie zat er niet in. Peer ook niet. Avocado, één goed. Komkommer ook niet. En appel ook, dus twee goed. Probeer natuurlijk iedereen enthousiast te krijgen. Oké. Okay.